Dit is bloknieuws van vrijdag 17 april. Bij ons te gast wethouder Marius Tielemans. Goedemorgen. Welkom. Ook moeilijke tijden, hè? Ook voor de inwoners van Boekel. Ja, natuurlijk van mijn kant uit ook allemaal sterkte voor hen die een overlijden in hun omgeving hebben. Ook voor hen die nog ziek zijn, een goede gezondheid toegewenst. En ja, ik weet uit eigen ervaring dat het nog best een tijdje duurt als je even ziek bent geweest, voordat je helemaal hersteld bent. Daarnaast denk ik ook dat het best een lastige tijd is voor ouderen en alleenstaanden. Sociale contacten zijn minder. En voor heel veel mensen is dat toch best lastig. En natuurlijk voor heel veel van ons gewoon extra druk. Met name mensen die in de zorg werken. Maar ook binnen de gemeentelijke organisatie zie je dat binnen bepaalde afdelingen gewoon echt veel drukker is. En dat geldt natuurlijk voor heel veel andere mensen waar werkzaamheden gewoon compleet anders zijn dan in het verleden. En hoe is het met de paasdagen eigenlijk verlopen? Is er meer drukte geweest? Nou, paasdagen hadden we natuurlijk een paar dagen heel mooi weer. Maar het is in Boekel allemaal heel goed gegaan, zoals wij het hebben kunnen zien. Maatregelen zijn goed opgevolgd. En wij hebben wat dat betreft heel positieve ervaringen gehad in Boekel. En ik moet zeggen, er zijn ook hele mooie dingen gebeurd in Boekel. Je ziet initiatieven op het gebied van muziek bij Sint-Petrus. En natuurlijk heeft iedereen nu ook alweer eens een keer de mogelijkheid om wat meer rust te hebben. Met het gezin samen. Heel vaak toch hectische tijden. En dat zie je nu ook wel terug, dat mensen wat meer rust en tijd hebben voor klusjes in huis en dergelijke. Ja, dat klopt. Want als je bij de Milieustraat ziet, elke week... Ja. Hebben ze behoorlijk allemaal gesnoeid, want vorige week stond een behoorlijke lange rij. Ja, en het is niet zo dat het nou echt heel veel drukker is. Natuurlijk, in het voorjaar heeft iedereen sowieso de neiging om een keer goed op te ruimen. En nu merk je inderdaad dat mensen daar tijd voor nemen. Maar we hebben wat extra maatregelen moeten nemen om de afstand te bewaren. En dat betekent dat we niet al te veel mensen tegelijkertijd op het terrein kunnen laten zijn. En die maatregelen worden overigens goed opgevolgd. Hebben niet echt tot problemen geleid en volgens mij verder goede ervaringen. We hebben wel iets meer dumpingen in het buitengebied. Dat is wel iets waar ik op wil wijzen. Het afval moeten we gewoon naar de plek brengen waar het hoort. En niet extra werk bezorgen door het op een plek neer te leggen waar het niet hoort. Dan hebben we het ook over het oud papier. Wordt dat wel of niet opgehaald op dit moment? Ja, voor oud papier geldt in Boekel een andere situatie dan in Venhorst. In Boekel hebben we een bedrijf wat het papier ophaalt. En we hebben daar de mogelijkheid bij de waterval, bij het sportpark, om op zaterdag oud papier te brengen. Maar daar hebben we besloten om voorlopig dat niet te doen. En de reden is dat het daar vrij smal is. Dus de afstand bewaren is al wat lastiger. En daarnaast wordt dat verzorgd door de KBO. En ook ouderen vallen natuurlijk in die risicogroep. Dus vandaar dat we dat niet hebben gedaan. In Venhorst... wordt oud papier opgehaald door de KBO en is besloten om dat niet meer te doen. Daar is wel de mogelijkheid om oud papier te brengen. Op de Zandelweg hebben we daar de ruimte voor. En ook mensen uit Huize Parwa kunnen daar het oud papier brengen. Dus op die manier hopen wij toch dat oud papier voldoende weggebracht kan worden en verwerkt kan worden. Ja, ik hoor ook dat er landelijk ontzettend veel kleding wordt gedumpt in die kledingcontainers. Dat het eigenlijk een beetje een overschot begint te... Ja, er zijn twee effecten. Aan de ene kant natuurlijk dat iedereen de tijd heeft om de kledingkast een keer goed op te ruimen. Dus er is inderdaad extra aanvoer. Aan de andere kant zijn de grenzen gesloten en is het lastig om oud papier af te zetten. De bedrijven die de textiel verwerken, die gebruiken nu de loodsen om op te slaan. Maar hier is wel het verzoek om op dit moment even de kleding te bewaren en niet af te voeren. Zodat daar wat meer ruimte komt in de distributieketen. En hoe gaat het met de woningbouw? Want net Spelerrand wonen heeft natuurlijk ook met service en alles steeds meer moeite natuurlijk om bij de mensen binnen te komen. Klopt. Spelerrand wonen heeft sowieso al qua communicatie één keer per maand een A4'tje in het Boekels Weekblad. En op die manier verzorgen ze eigenlijk hun communicatie hartstikke goed. Op het begin hebben ze ervoor gekozen om alleen maar spoedreparaties te doen. En de reparaties die niet direct noodzakelijk waren om even uit te stellen. Op dit moment zitten ze eraan te denken om die reparaties toch stap voor stap te gaan uitvoeren.
En zoals je zegt, woningverhuur blijft doorschuiven. Bezichtigingen werden heel vaak gewoon in het bijzijn van andere mensen gedaan. En daar is nu voor gekozen om dat alleen maar te doen als de woning vrij is. Ik begrijp van Perrant Wonen dat op het moment dat mensen door de huidige situatie in betalingsproblemen komen, dat ze even contact moeten opnemen met Perrant Wonen. En dan wordt er samen gekeken naar een mogelijke oplossing. Dus in die zin denken ze wel degelijk mee. Denk je dat er veel inwoners van Boekel mee te maken hebben dat ze een beetje in de schuldproblemen komen? Kan ik niet beoordelen, maar het is natuurlijk wel zo dat vanuit de landelijke overheid een aantal maatregelen genomen zijn. Sowieso voor zelfstandigen, de zogenaamde TOZO-regeling. Maar daarnaast is er ook een regeling voor bedrijven om de lasten van de vaste lasten te dekken. De bewuste 4000 euro die daarvoor mogelijk is. En daarnaast is er nog een mogelijkheid voor bedrijven die personeel hebben om een deel van die kosten te vergoeden via de zogenaamde NOW-regeling. Hangt af van de cijfers van afgelopen jaren en op die manier wordt het dan doorgerekend. En overigens kunnen ook sportverenigingen die te maken hebben met personeel mogelijk gebruik maken van die regeling. En het lijkt me dan ook verstandig om op die manier contact op te nemen met de gemeente. Wordt er veel gebruik van gemaakt? Nou, ik weet van de TOZO-regeling dat op dit moment al heel veel gebruik van gemaakt wordt. Ik begrijp dat tot nu toe iets van 120 mensen uit Boekel al gebruik van gemaakt hebben. Dus blijkbaar hebben we voldoende gecommuniceerd dat mensen daar gebruik van kunnen maken. Maar nogmaals, mocht je denken dat je daar gebruik van kunt maken, dan neem even contact op met de gemeente. Ja, voor sommige sportverenigingen zal het op dit moment natuurlijk ook wel heel moeilijk zijn. Er komen helemaal geen inkomsten. Nou, allereerst is voor de sportverenigingen natuurlijk ook gewoon veel impact door het feit dat mensen in sommige gevallen overleden zijn, ziek zijn. Ik weet mensen die op intensive care gelegen hebben. Heeft vaak toch al een impact op een vereniging, omdat mensen gewoon elkaar heel goed kennen. Daarnaast, sporten is gewoon iets waarmee je fysiek contact hebt. Dus je ziet op dit moment dat alle sporten in verenigingsverband gestopt zijn. Competities zijn gestopt. Wat je wel ziet is dat mensen meer individueel gaan sporten. Ik zie steeds meer mensen hardlopen en fietsen, ook individueel. In groepsverband kan dat niet. En op die manier blijven mensen toch in beweging. Maar zeker als je kijkt naar de verenigingen, dan merk je dat wij in Boekel toch gewend zijn om zelf de schouders eronder te zetten. En natuurlijk zijn er zorgen, die worden ook wel geuit in de contacten met de ambtenaren. En zelf heb ik ook een aantal contacten gehad bij sportverenigingen. En die zorgen zijn vaak toch met name van financiële aard. Zeker de verenigingen die wat minder inkomsten hebben uit kantine. Ja, dan heb je financieel natuurlijk wel impact. Ja, je kijkt maar eens naar zo'n bijvoorbeeld handbalvereniging die in de sporthal zit. Die heeft geen eigen inkomsten. Nee, dus in die zin voor een handbalclub is het wellicht wat minder impact. Sowieso was de competitie al bijna afgelopen en is er ook besloten om de competitie als zodanig te stoppen. Ik denk dan meer aan bijvoorbeeld de voetbalclub of de tennisclub. Die hebben toch over het algemeen net in deze periode wat meer inkomsten uit de kantine. Maar nogmaals, probeer als het mogelijk is gebruik te maken van de landelijke regelingen. En anders contact opnemen met de gemeente. Stichting Binnensport die heeft iets heel moois bedacht. Ja, klopt. Dat is ook wel aardig om te zien. Hè? Dat, in Boekel zijn we ondernemend en dan zie je dat er toch weer nieuwe initiatieven ontstaan. De Stichting Binnensport heeft sport- en beweegcoaches in dienst. En normaal gesproken verzorgen die trainingen voor elk niveau en categorie. Voor ouderen, voor kinderen en ook gewoon voor sporters die fanatiek willen zijn. En nu is dat allemaal wat lastiger. En wat Stichting Binnensport gedaan heeft, is elke dag een filmpje of een opdracht, een beweegopdracht, die door de familie, door de kinderen gebruikt kan worden. Daarnaast hebben ze beweegoefeningen bij Sint-Peters voor de ouderen. En ze hebben via een e-mail voor elke categorie en niveau een aantal oefeningen die dan wekelijks gewoon thuis gedaan kunnen worden. Dus op die manier kunnen mensen die normaal gesproken sporten bij de Stichting Binnensport toch blijven sporten binnen hun eigen omgeving. Sowieso merk ik dat het verenigingsleven in Boekel is goed.
En ik ga er ook vanuit dat we in de toekomst dat verenigingsleven zeker kunnen behouden. En dat leden en sponsors sowieso ook trouw blijven aan die vereniging. En daarmee denk ik dat we als Boekel, met name de gemeenschapszin die we hebben, dat we kunnen bewijzen dat wij in Boekel een hechte gemeenschap zijn. En op die manier, ondanks het feit dat we zware tijden hebben, er samen uitkomen en misschien nog wel sterker uitkomen. Hoe gaat het nu met de bouwprojecten, onder andere Randweg? Ja, wat je merkt is dat heel veel projecten ook gewoon doorgaan. Je ziet in de bouw over het algemeen dat gewoon doorgaat. Op de run wordt op dit moment heel veel gebouwd. En daarnaast zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de Randweg ook gewoon gestart. En zoals het er nu naar uitziet, blijft dat gewoon op plan. Dat we in augustus gaan starten met de bouw. En dan denk ik dat we daar komend jaar druk mee bezig zullen zijn. Ja, ik zag dat de eerste panden al gesloopt waren. Ja. De Volkersweg. Ja, inderdaad, panden slopen. Zoals gezegd, de voorbereidende werkzaamheden. Bij de Erksweg zijn al een aantal kabelwerkzaamheden geweest. Daarom was daar de weg half afgesloten. En is daar ook het beginpunt? Gaan ze daarvan naar twee kanten uit? In feite beginnen ze aan de kant van de Volkelsweg en aan de kant van de Erpsweg. En dan bouwen ze naar elkaar toe. Hoe dat exact gaat lopen, weet ik nog niet. Maar in principe zal dat zeker zijn beslag krijgen. En komend jaar verwacht ik dat binnen een jaar ongeveer die bouw afgerond zal kunnen worden. Ja, dus qua bouwen zijn er wat minder problemen met de coronacrisis op dit moment. Heeft dat straks natuurlijk ook nog invloed op het centrumplan? Ook die plannen zijn we nu druk mee bezig om voor te bereiden. Niet alleen de centrumplan Zuidwand, maar ook de voorbereidende werkzaamheden voor nieuwe bestemmingsplannen, zoals de Burgt en de Voskuilen in Venhorst. Op dit moment is dat nog heel veel papierwerk, dus ook die werkzaamheden kunnen gewoon doorgaan. Bedankt voor het gesprek, wethouder Tielemans. En volgende week dan hebben we de lintjesregen, dus waarschijnlijk geen bloknieuws. Bedankt voor ook, nu. Ook bedankt en heel veel succes met het blok. Dit was Bloknieuws. Bedankt.